lezing heb je net verteld hoe Sunio Group online en offline volledig integreert tot business as usual. Hoe gaat dat in de praktijk? Hoe gaat dat? Nou, zonder een herhaling te geven van de hele lezing. Ik heb verteld over hoe wij onze klantcontact, onze marketing en sales en onze sales dus helemaal, helemaal doorvoeren van online tot offline. Dat betekent dat we vanuit offline branding naar online sales gaan. Hoe we van reisleiding op bestemming tot klantcontact in het contactcenter tot social media. Overal dat we klantcontact kunnen onderhouden. Maar ook dat we onze marketing dus overal bedrijven. In alle kanalen. En hoe versterken die kanalen elkaar? Nou, vooral als je kijkt naar sales, dan versterken die kanalen elkaar heel erg. Je kan het als volgt voorstellen. Als je alleen Google inzet als bedrijf, dan gebeurt er niks. Als je alleen maar televisiecampagnes doet, gebeurt er ook niks. Het ene is heel goed voor je merk, en ander kan je sales mee doen. Maar als je het alle twee doet, dan versterkt dat elkaar heel erg. En als je dan de hele rits doet met alle kanalen, dan denk ik dat je opschiet. En dat proberen wij te doen. Ja, het is natuurlijk ontzettend klantvriendelijk, maar kost waarschijnlijk ook meer inspanning, al die verschillende kanalen. Merken jullie dat in de sales, dat het zich loont? De klantvriendelijkheid dat wij op alle kanalen beschikbaar zijn is fijn. En de klant bepaalt uiteindelijk via welk kanaal die natuurlijk wil boeken. Daar kunnen wij niks aan toevoegen. Maar diezelfde klant, of die nou via de telefoon komt of in het reisbureau of online boekt. En natuurlijk vinden we het fijnst als hij online boekt. Maar als hij in het reisbureau komt, omdat dat vertrouwd is, dan willen we ook die reis voorkomen. En die is hij wat duurder, maar dan moet hij ook wat meer betalen. En wat is uw indruk van de webwinkelvakdagen? Hoe bevalt het tot nu toe? Nou, ik vind het leuk. Ik vind het druk. Ik vind het gezellig. Ik zie veel bekenden, veel leuke mensen. De presentatie ging goed. Als een kritische noot, ja, het niveau is wel heel verschillend. Van postbestellers en dozeninpakkers tot aan e-commerce specialisten. Maar al met al denk ik dat de komende jaren dit een grote beurs gaat worden. Nou, u heeft ook net een beetje kennis gemaakt met e-commerce partner. Dat wordt hier gelanceerd op de beurs. Wat is uw indruk van het concept? Nou, de indruk van mij van het concept is dat het heel handig is als je start met een webwinkel, als je een startend bedrijf bent of kleiner bent, dat je één partner hebt waarbij je een heleboel dingen kan vinden. In ons geval denk ik dat wij vooral altijd met de partijen zelf aan tafel willen zitten en de specialisten zelf in huis hebben en daar met specialisten willen spreken. Maar ik denk dat als je bijvoorbeeld in je eerste webwinkel start en je zegt hoe moet ik dat inregelen van affiliate tot aan website bouwen, dan denk ik dat het heel handig is om daar een goede partij tussen te hebben.